Oké, okay, Ron. Um, ja, die eerste ronde moet nog komen. Terwijl bijna heel Nederland al over de tweede ronde heeft. Uh, ben je ook zo bezig of niet? Nee, no, yeah. ja, je moet gewoon eerst naar, naar je eerste ronde kijken. Kijk, uh, het systeem werkt zo dat, uh, dat je automatisch al. In mijn geval uh, je tweede tegenstander weet, omdat, uh, omdat dat met seeding te maken heeft. Dus we weten dat we, als we degene die wint, dat die tegen Vincent van der Voort moet in dit geval. Uh, maar nee, je bent zeker gewoon echt met die eerste ronde bezig. En uh, daarna komt het daarna wel, zeg maar. Ja, maar leidt het je niet erg af dat iedereen eigenlijk al spreekt over Vincent van der Voort? Nee, nee, maar de, de, ik, uh, het is de loting is nu net twee dagen geweest. Ik heb natuurlijk, uh, qua media wordt daar natuurlijk wel uh, veel over gehad. Twee Nederlanders zeggen elkaar, noem maar op. Maar daar ben ik zelf totaal niet mee bezig. Sterker nog, Boris Krisma is denk ik een van de slechtste lotingen op papier die je kan krijgen. Uh, hij heeft een tourkaart en, uh, en noem maar op. Dus hij is ook echt uh, in vorm de laatste tijd. Dus ja, dat vind ik wel een hele mooie uitdaging om, om daar op het WK tegen te mogen. Ja, want je moet er eerst maar doorheen zien te komen. en Dat wordt geen makkie. Nee, absoluut. Ik bedoel, Het is een fantastische speler. En uh, nummer 1 van Kroatië. Ik bedoel, uh, die kan ook echt wel wat. En het is ook echt wel een mannetje die voor niemand bang is. Uh, het is een kast van 2 bij 2. Dus uh, ja, ik kijk er gewoon heel erg naar uit om, uh, om te knallen op het WK dit jaar. Ja, het is een grote vent. Uh, en in zijn spel dus ook. Uh, ja, plus en plus is plus. Maar ja, dat is natuurlijk wel een, een zware opdracht. Uh, kijk je tegen hem op dan? Nee, nee dat, nee, dat zeker niet. Ik bedoel, hij heeft zich niet via de weg geplaatst, zoals hij het zou moeten plaatsen. Hè? Dus via uh, gewoon de vloertoernooien, zeg maar. Daar kwam die tekort en daar heb ik me, zo heb ik me dus wel net geplaatst. Dus op dat gebied kan je er wel van aflezen dat ik uh, op dat gebied een iets beter jaar heb gedraaid. Maar goed, ja, wat is een beter jaar in deze coronatijd? Uh, is het toch vrij lastig? Er zijn heel veel toernooien geschrapt, waardoor je maar gewoon een, een, ook een beetje geluk had moeten hebben dat je. Uh, uh, voor een eurotour plaats of, of net wat vroeger heb gepiekt in het seizoen. Want aan het einde van het seizoen hebben ze gewoon uh, wat toernooien geschrapt, waardoor je dus uh, ja, ongelukkig in de ranking terecht kan komen. Dat ja, betekent dus dat je heel veel alleen hebt, je uh, standarten, uh, zelfs op je zolderkamertje met uh, online darten. Uh, wat heeft dat tussen de oren met je gedaan, die concentratie? Ja, was zeker wel even wennen. Het heeft ook wel mij geraakt, zeker in uh, maart, april, uh, mei, zeg maar, uh, die periode. Uh, dan moet je toch een beetje je draai zien te vinden. Hè. Er is veel onduidelijkheid in de toekomst. Gaan het nog wat door en hoe gaan ze het invullen? En uh, ja, goed, dan zul je net zien dat je bijvoorbeeld even een weekje even niet zo lekker in je vel zit. En dan moet je in één keer toernooi gaan inhalen. Speel dus je vijf dagen op rij. En dan weer drie, vier, vijf weken niks. En dan weer vijf dagen op rij. Dus ja, dat moet allemaal net vallen. En als jij uh, ja, net die week even niet lekker loopt. Of je hebt een slechte of noem maar op. Uh, ja, dan wordt het op de ranking meteen duidelijk dat je, dat je onderaan bungelt. En uh, ja, gaat het juist goed? Ja, dan uh, profiteer je ook meteen. Want dan mag je vijf dagen achter elkaar knallen. Dus ja, het is een heel, heel raar jaar. We moeten allemaal uh, aanpassen. En uh, zo wij ook, zoveel mogelijk. Ja. Heb je gevreesd voor het uh, voortbestaan van je profcarrière, zeg maar, Want ja, het was natuurlijk op een gegeven moment: van, ja, hoe kom ik aan mijn geld? Hoe kom ik aan toernooien? Ja, nou ja, ja goed. Tuurlijk uh, heb je het daar met z'n allen over. En ook de PDC is daar meteen vrij duidelijk in geweest. Van wij gaan er alles aan doen. Om jullie in ieder geval uh, boven water te houden. Hè? Dus uh, je kon op een gegeven moment uh, een soort van vooruitbetaald worden. Dat, ze, dat je dan met prijsgeld in de toekomst dat dan weer terug uh, gaf. Dus ze hadden echt wel initiatieven genomen. Ook de home tour. Waar je gewoon thuis op je zolder kan gooien. Uh, kreeg je gewoon voor betaald uh, qua de, uh, aan deelnemen. Hoe vaak je mee, meedeed. Hoe vaak je kon uh, factureren. Dus ze hebben ook echt gewoon aan ons gedacht. En, uh, ja, en nu uh, zijn we zelfs zover dat er straks weer uh, publiek komt bij het WK. Dus dat is gewoon fantastisch. Yes.